Sint-Niklaas staat een hotel. Vanuit de trein Antwerpen-Gent kun je het zien. Op een ongemakkelijke hoek van het stationsplein, een beetje alsof het uit de stad wordt weggedrumd. Sint-Niklaas is de stad die dichters als Anton van Wilderode, Paul Snoek, Tom Lanois en Dirk van Bastelaren voortbracht. Hotel Nieuw-Vlaanderen kan geen toeval zijn. Niets dat niet iets anders aanraakt. Hotel Nieuw-Vlaanderen is één van die boeken die zondag 26 april wordt voorgesteld tijdens Archipel, het boekenweekend in Sint-Niklaas. Zaterdag 25 en zondag 26 april is Sint-Niklaas de plaats bij uitstek voor wie van boeken houdt. De activiteiten voor het boekenweekend Archipel liggen verspreid over de hele stad. Je vindt op tal van locaties evenementen, kleine manifestaties, boekvoorstellingen, alles rond het thema het boek. Je kan onder meer terecht in Kasteel Walburg, de Stadsschouwburg, verschillende boekhandels, bibliotheken en volkscafés. Een van de opmerkelijke nieuwigheden is een wedstrijd voor amateurdichters. Iedereen die een gedicht indiende over een juweel dat te zien was in de Stationsstraat, maakt kans om het juweel te winnen. Tijdens het literaire weekend stellen onder andere Norbert de Beulen en Bart Moejaert hun nieuwe werk voor. Het is wat kleinschaliger dan de boekenbeurs, maar daarom des te gezelliger. En ook de volgende activiteiten staan op het programma. Buongiorno a tutti, siamo Teatro Immagine di Venezia, una compagnia teatrale nella sua tournée nelle Fiandre. Rappresenteremo i Promessi Sposi qui a Sint-Niklaas mercoledì, giovedì e sabato. Uno spettacolo divertente e trascinante. U heeft gekeken en geluisterd naar Roberto en Ruggero van Teatro Immagine uit Venetië. Woensdag, donderdag en zaterdag spelen zij in Sint-Niklaas I Promessi Sposi naar de beroemde roman van Alessandro Manzoni in het kader van Archipel. Dit voorjaar organiseert de culturele centrale Boontje voor de 15e maal haar poëzieprijs. De uitreiking van de prijzen maakt deel uit van het grote Archipel gebeuren volgende zondag hier in Sint-Niklaas. Ook in het Stedelijke Museum Stem aan de Zwijgershoek in Sint-Niklaas staat het boek centraal. Naar aanleiding van de 24e grafiekbiennale loopt er nog tot 7 juni de tentoonstelling Boekface. We hebben hier onder andere een boek dat op de lijst van de verboden boeken is geplaatst. En daarop staat dat dit boek moet verbrand worden omdat het lasterlijk is en leugenachtig. Boekface verenigt 3 tentoonstellingen. Onder het thema boekenschatten laat het museum je een blik werpen in de private boekencollectie van Sint-Niklaasenaars. Het Stem laat ook een selectie zien van 100 boekenlabels. Bijna 450 kunstenaars uit 47 landen namen deel aan de internationale Ex Libris-wedstrijd. Kunstenares Rut Loos benadert het boek op een heel eigen manier. Ik ben begonnen oorspronkelijk met heel de ladingen boeken uit de kringwinkel mee naar huis te sleuren en die uiteen te halen. Soms heel zachtaardig, soms iets agressiever. Op die manier manipuleert ze het boek en geeft er een nieuw verhaal aan. Zo ontstaan er bijvoorbeeld boekachtige. Dingen die op boeken lijken, maar gemaakt zijn uit materialen die niets met boeken te maken hebben. Het is eigenlijk een gebedsboekje waar ik de gedroogde krulletjes van een passieplant. Rut Loos geeft ook een lezing in het museum tijdens het boekenweekend Archipel. Sint-Niklaas wordt dit weekend dus een echte boekenstad. Om de 2 jaar organiseert Turnkring Kracht en Geduld zijn lenteshow Springtime in Sporthal De Witte Molen. Dat is dit jaar het geval op zaterdag 25 april om 19 uur. Gym, dans, roopskipping, tai chi en fitness vormen de ingrediënten van een gevarieerd spektakel. In 2009 vieren we in Sint-Niklaas het 80-jarig bestaan van Scouting en het 70-jarig bestaan van het domein Puithoed. Dat vieren we het komende weekend met een zeer groot feest. Op zaterdag vindt de districtsdag plaats voor alle scouts en 's avonds zijn er gratis optredens voor alle liefhebbers van groepen zoals Homelands, Carré Confituur en de Charlie Jones Big Band. Op zondagmorgen vindt de Sint-Joris-viering plaats en in de namiddag hebben we nog een mini-voetbaltoernooi en petanktoernooi voor alle liefhebbers. Iedereen is van harte welkom.